dames en heren, Nicola! We gaan gelijk nog even naar je sprong kijken, Nicola. Potverdikkie. 15 meter, geweldig. Als ik de punten zie, dan ga ik veel verder moeten springen. Ja, maar goed, het is toch ook wel knap dat je het doet. En we gaan je natuurlijk nu even vragen, bereid je helemaal voor? Ga je nou misschien meer doen als die 15? Of blijf je op de 15? Of ga je misschien naar de 30? Of... Als ik puur kijk naar de punten, dan zou ik eigenlijk de 30 moeten springen. Maar ik heb die nog nooit niet gesprongen. Maar zou je durven? In de finale wel. Maar dan moet je eerst inkomen natuurlijk. En dat moeten we nog even afwachten. Dus je mag nu gaan zeggen welke afdaling je gaat pakken. Ik ga terug de 15 doen. Maar proberen verder te springen. Dat hoop ik ook voor jou. Oké, Nicola. Heel veel succes. De scooter die komt eraan en die gaat jou weer naar boven brengen. En concentreer je. Het was net nogal een hele toestand. Maar je hebt het nu één keer gedaan en dat moet een lekker gevoel zijn, toch? Ja, ja, ontlading. Geen probleem. Nou, dames en heren, Nicola die vertrekt weer het Zwarte Woud in. En hij gaat het nog een keer doen vanaf de 15. En applaus voor Nicola. Goed, dames en heren, ik ben heel erg benieuwd of Nicola ons weer weet te verrassen met een prachtige sprong. En ben je net zo benieuwd als ik in hoe ver Nicola zal springen? Ga dan naar sbs6.nl/plus. Is Nicola, die gaat zijn tweede sprong maken van de 15 meter. Nicola, het wordt spannend. Het is een nek-aan-nek race met Bibi. Hoe ga jij er nou voor zorgen dat jij straks in die finale komt? Inderdaad, het is een nek-aan-nek race. En ik denk de enige manier is dat ik ten eerste niet val. En dat ik nog een beetje extra meters kan springen. Ik zou zeggen, maak gewoon een betere sprong. En dan komt het helemaal goed. Lacht nog, dus dat is een goed teken. Maar concentreer je ook, hè, want het wordt weer spannend. Als de lichten op groen gaan, dan weet je wat je moet doen. Het is erop of eronder. Oké. Hij staat weer op. Wat verdikkie, man. Jebig, kremmen. We gaan eens even kijken naar jouw slow motion. Er gebeurde iets tijdens de afsprong, dat je toch onzeker werd, klopt dat? Nee. Wat was er dan aan de hand? Ik denk dat ik gewoon te hard wou springen. En ja, waarschijnlijk te weinig concentratie, zeker. Ach, je bent toch zo'n schat en zo bescheiden. We gaan toch even kijken naar de afstand en hoeveel dat was. Eens even kijken. 15 meter. Is niet genoeg, hè? Is niet... Nou ja, het is niet genoeg. In totaal is 53,5. Maar er komen straks nog punten bij van de jury. Dus kijk Patty heel lief aan. Ach, je blijft ons Belgische schattenpatatje. Je hebt natuurlijk een hoge gunfactor. Moet plezant blijven, hè? Ja. Nou, plezant is het zeker, hoor. Zeker, ja. Ja, nee, top. Mag ik een groot applaus voor deze man? Jawel, dankjewel. Ja.